Welkom bij onze workshop rond Word, 2007, waar we aan de slag zullen gaan met lijsten, vooral dan automatisch genummerde lijsten, en ook met automatisch gegenereerde inhoudsopgaven. Beginnen we met de automatisch genummerde lijst. Moeilijk is dat alvast niet. Het volstaat eigenlijk dat je een cijfertje 1 indrukt voor je eerste item, gevolgd door een puntje, waarna je dan je op de taptoets drukt en je eerste item invult. Zodra je hier bevestigt met de Entertoets, hoort Word normaliter automatisch nummertje 2 klaar te zetten. Is dat niet het geval, zoals in ons voorbeeld hier, dan moet je nog een instelling aanpassen. Daarvoor druk je de ronde Office-knop in en kies je achtervolgens opties voor Word, Controle, Autocorrectie-opties, Auto-opmaak tijdens stijpen, waar je dan een vinkje plaatst naast automatisch genummerde lijst en bevestigt met oké. OK. Je zal merken dat het deze keer wel degelijk lukt. Als we nu enteren, zet Word inderdaad cijfertje 2 klaar. Cijfertje 3 en zo verder. Werken met sub-items kan net zo goed. Zet je achter het item, druk op enter en op de taptoets en je ziet Word past automatisch de inspringing en de nummering aan. Via het pijltje naast nummering kan je gerust ook een andere stijl van nummering uitkiezen. Meer zelfs, het is mogelijk de complete stijl van de lijst in één keer aan te passen. Daarvoor moet je opnieuw op de tab Start zijn, meer bepaald in de rubriek Alinea, waar je in dit geval lijst met meerdere niveaus kiest en de gewenste stijl aanduidt. Deze bijvoorbeeld, je ziet, de wijzigingen zetten zich onmiddellijk door. Het kan natuurlijk nog leuker, je kunt bijvoorbeeld de cijfertjes en de lettertjes door eigen afbeeldingen vervangen. Daarvoor moeten we opnieuw op de tab Start zijn in de rubriek Alinea, waar je dan Lijst met meerdere niveaus selecteert. Helemaal onderaan kies je dan Nieuwe lijststijl definiëren. Er verschijnt nu een nieuw venster waar we eerst en vooral het niveau aanduiden dat we willen aanpassen. Eerste niveau. In het uitklapmenu gaan we onderaan voor Nieuwe afbeelding. Normaliter horen we dan via de knop importeren een leuke afbeelding op te halen. Wij zelf, zoals je ziet, hebben het al gedaan. En hoeven ze maar dus aan te duiden hier en te bevestigen met de knop oké. Okay. Je merkt voortaan gebruikt werd dit icoontje voor ons eerste niveau. Hetzelfde verhaaltje nu voor het tweede niveau. Ook hier gaan we in het uitklapmenu voor te, uh, nieuwe afbeelding klikken de juiste afbeelding aan en bevestigen met oké. OK. Als je nu nogmaals op oké OK drukt, zal je zien dat Word de wijzigingen meteen heeft doorgezet. Leuk toch? Over nu naar het automatisch genereren van een inhoudsopgave, want ook dat is mogelijk in Word. Moeilijk is het niet. Belangrijk evenwel is dat je voor je verschillende hoofdstukken, paragrafen en dergelijke gebruik maakt van de kant-en-klare stijlen die je hier vindt. Of je kunt die ook in een apart paneel bekijken. Kies bijvoorbeeld de eerste stijl, nummer 1, kop 1, en tik de titel van je hoofdstuk in. Europese Unie, bijvoorbeeld. Op dezelfde manier kies je kop 2 of kop 3 voor je onderliggende hoofdstukken of paragrafen. Zo. Interessant te weten is dat je het uitzicht van die verschillende stijlen kunt aanpassen. Je hoeft ze maar met de rechtermuisknop aan te klikken en wijzigen te selecteren. Daar zie je dat je het uitzicht volledig op smaak kunt brengen. Die wijzigingen zetten zich dan door, zodra je dan met oké OK bevestigt. We zijn nu klaar om onze inhoudsopgave te laten genereren. We positioneren onze cursor op een nieuwe lege pagina gaan naar de tab verwijzingen en drukken daar de knop inhoudsopgave in. En we kiezen in dit geval bijvoorbeeld voor automatische inhoudsopgave nummer 2. Enkele seconden later heeft Word die voor ons al klaargezet, zoals je hier merkt. Wat er als je stukken tekst toevoegt waardoor de paginanummering niet meer klopt. Geen probleem. Je selecteert je inhoudsopgave, klikt hier op tabel bijwerken. En kiest een van beide opties. De tweede optie is vooral interessant als je op bijvoorbeeld hoofdstukken hebt toegevoegd of weggelaten. Zo, bevestig je met oké OK En Word past alles netjes voor ons aan. Overigens kan je ook wel het uitzicht van zo'n inhoudsopgave bijspijkeren. Daarvoor drukken we opnieuw de knop inhoudsopgave in. En kiezen we dit keer inhoudsopgave invoegen. Je ziet dat je daar allerlei opties naar eigen hand kunt zetten, al dan niet met nummering. Een ander opvulteken en zo verder. Even bevestigen met oké okay. en je zal zien dat in de nieuwe inhoudsopgave alles is zoals je had gevraagd. Zo, voortaan geef je zonder veel moeite een professioneel tintje aan al je verhandelingen, scripties en andere ondeugden. Nog veel succes gewenst!